Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan de heer Zijlstra. De eerste vraag is, sinds anderhalf jaar maakt u toch informeel deel uit van de regering. Dus al die overlast waar u het over heeft en alle andere problemen die de PVV wil aanpakken. Ik vraag me af, wat heeft de PVV eigenlijk gedaan in de afgelopen anderhalf jaar? De tweede vraag is, heeft u ooit wel eens een keer zich verdiept in de geschiedenis van Europa? Want dan zult u misschien zien dat in de tijd van voor de open grenzen Europeanen elkaar wezenlijk meer overlast bezorgden in de vorm van oorlog, dictatuur en geweld dan in de vreedzame, welvarende Europese Unie die we vandaag de dag hebben, met af en toe wel eens praktische problemen die aangepakt moeten worden. Meneer Zijlstra, u heeft het woord. Voorzitter, de PVV heeft zich sinds de oprichting verzet tegen de manier waarop de toetreding van al deze landen heeft plaatsgevonden. In 2004 zijn al deze landen toegetreden die er eenvoudigweg nog niet klaar voor waren. En ja, ik heb me verdiept in de Europese geschiedenis. En u hebt weliswaar een blik van 30, 40 jaar geleden, maar Europa is altijd ten onder gegaan. Ieder opkomend rijk is opnieuw ten onder gegaan, juist aan interne tegenstellingen veroorzaakt door massale immigratie van buiten. Ευχαριστώ πολύ.